Een heel deel van mijn werkgeschiedenis ligt in dit gebouw. Achter het nieuws, Nieuwslijn, speciale programma's die ik heb mogen maken, met al die collega's met wie je televisie maakt. Dat doe je nooit alleen. Heel veel van die mooie dingen, dit mag wat mij betreft weggegooid worden, liggen hier. Ik herinner me toen Jan vroeg, kan je wat opzoeken, een reportage die ik in 1978 maakte, tijdens de wereldkampioenschappen voetbal in Argentinië. Ik ging toen mee met de NOS, niet voor het voetbal, want daar weet ik net als van piano spelen niks van. Maar ik ging daar mee om een reportage te maken over de mensenrechten. Ik weet nog wel in die tijd, generaal Videla had de macht overgenomen in Argentinië. En was een enorme zware junta, mensenrechten werden gewoon verbrijzeld. Wij waren toen als eerste op Plaza de Mayo, in het centrum van Buenos Aires. En daar demonstreerden vrouwen met witte doekjes om. Dat waren de moeders van het plein. Die waren op zoek naar hun mannen, naar hun kinderen, die verdwenen waren door die junta, waren gekidnapt en zoals je weet uit vliegtuigen zijn gegooid in zee. Toen we daar aan het draaien waren, waren we echt de eerste ploeg die daar was. Toen kwam er een hele mooie vrouw op ons af met zo'n wit hoofddoekje om. Die was in ons niet geïnteresseerd, maar die greep die lens van die camera. Niet met de handen, maar met haar ogen en met haar mond. En die woorden komen nog steeds, dan in het Spaans, in mijn hoofd terug. Die zei, in die lens, help ons. U bent onze laatste kans. Daarmee aangeven dat televisie misschien een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de mensenrechten in dat land. En dat is zo. En zulke reportages liggen hier heel veel. Een paar van mij, maar heel veel van andere mensen uit Hilversum, honderden documenten die de geschiedenis duiden en inkleuren. Beeld en geluid, Nationaal Archief, AI en Kennisland hebben een gigantisch digitaliseringsproces uitgevoerd. In kosten en ook in objecten. En nu is het klaar. Dat wil zeggen, het ligt hier allemaal opgeslagen. Ons past blijdschap vandaag dat het project is afgerond, maar we zijn nog niet klaar, want nu is de gebruiker aan de beurt. Belangrijk dat erfgoed digitaal beschikbaar wordt gesteld en dat voor iedereen beschikbaar wordt gesteld. Het heeft twee kanten. Het publiek moet erbij kunnen. En de samenwerking moet niet belemmerd worden door enige vorm van regelgeving. Ik zeg dat omdat ik vind dat een groot deel van Beelden voor de Toekomst nu niet toegankelijk is voor het publiek. Om eens een groot woord te gebruiken, ik vind dat eigenlijk volstrekt onaanvaardbaar. Neem de eigen producties van de publieke omroep. Dat zijn met publieke middelen gefinancierde producties die met publieke middelen gedigitaliseerd zijn en in mijn ogen dus voor het publiek bruikbaar moeten zijn en beschikbaar. Voor individuele personen, maar ook voor instellingen. Voor het onderwijs bijvoorbeeld. En als dat niet kan, dan alleen tegen betaling van hele kleine bedragjes. Als dat allemaal niet gebeurt, dan had dat digitaliseren eigenlijk helemaal niet nodig geweest. Want je kan als Nederlandse bevolking hier niet komen kijken naar wat er opgeslagen ligt. Daar is dit gebouw te klein voor. Natuurlijk, intellectueel eigendom is ingewikkeld, maar het moet gewoon worden opgelost. En vlug wat. Een school moet als onderdeel van het onderwijs bijvoorbeeld al die leuke producties van het Klokhuis, we hebben daar net een stukje van gezien, om niet kunnen ophalen en het kunnen vertonen op hun whiteboard. Mag wat gerekend worden voor een beetje techniek, maar dat is het dan. In mijn ogen kan dat nooit gelden voor auteursrecht dat van de publieke omroep is. De ene gesubsidieerde instelling moet niet betalen aan de andere gesubsidieerde instelling. Uit mijn omroeptijd weet ik, toen ik bij de NTR werkte nog, dat er nog een andere idiote twist hier in Hilversum zit. Als je als documentairemaker van, noem eens wat, BNNVARA, een stukje materiaal uit het archief nodig hebt voor een documentaire die je maakt voor de AVRO en de TROS, dan moet je als BNNVARA aan de TROS betalen.
krijgt u hem bij elkaar in uw hoofd. Het is al betaald uit diezelfde pot en nu gaat er een stukje terug naar die omroep. Het zijn geen grote bedragen, maar dat geschuif van rekening en geld, dat moet gewoon eens ophouden. Het is immers allemaal materiaal publiek gefinancierd. En dat zit binnen één systeem, publiek omroep. En daar is geen auteursrechthebbende die daar een probleem van kan maken, want het recht zit bij de omroep als geheel. Gedigitaliseerd erfgoed moet natuurlijk in samenhang worden bekeken. Met het plan Schudden voor Gebruik heeft het ministerie van OCW een belangrijke stap gezet om geïntegreerd om te gaan met digitaal erfgoed. Hier is de Raad van Cultuur, waar ik werk, heel erg blij mee. We spreken ons ook daarover uit in de Agenda Cultuurbeleid 2017-2020, die we op 8 april gaan aanbieden aan minister Bussemaker. Maar wat ons zorgen baart, is de positie van beeld en geluid. Omdat die binnen de mediawet bestaat, is het lastig om zijn digitaliseringsactiviteit in samenhang te brengen met andere organisaties en ze zo te beoordelen. Belemmering voor beeld en geluid vanwege de positie om andere audiovisuele producties te digitaliseren, te bewaren en beschikbaar te stellen, moet volgens ons worden weggenomen. Hier is de kennis, hier is de techniek en wat misschien nog belangrijker is, hier is de passie. Dames en heren, vandaag spreken we over beelden voor de toekomst, maar om deze beelden een echte toekomst te geven, is het belangrijk dat het publiek er goed bij kan en dat er meer beelden bij komen. Vandaag staan we stil bij een belangrijke stap, de laatste stap. Maar als we redeneren uit het gezegde, we hebben een mooie toekomst achter ons, zijn er toch nog heel veel stappen te zetten en ik hoop dat ze gaan lukken. Jan, succes daarmee.